FC Groningen is gistermiddag de voorbereiding op het nieuwe seizoen traditioneel begonnen tegen een regioselectie van de Eemsmond. Sander Weer is het decor voor het eerste optreden waar de fans de nieuwe aanwinsten kunnen bewonderen. De supporters zijn het erover eens wie ze het liefst in actie zien. Hoe heet je de speler maar weer, die nieuwe Chineesje? Koreaan. Is dat geen keur? Nou, ik ben wel benieuwd naar de Koreaan, hoe dat gaat lopen. Ja. Een beetje van Ajax. Koreaan misschien? Ja, die misschien. Suk. Ja, dat is die spits van Ajax, Suk. Ik denk dat wel wat gaat worden na aankomstseizoen. Suk, zegt u, jullie dat wat? Ja, Suk. Ja, Suk is dat. Jullie van hem Suk? Ja. We waren de namen kwijt. Heel veel mensen vinden jou leuk, volgens mij. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het heel goed. Ja. En... Daarom ik voetbal spelen. Maar Suk zorgt nog niet echt voor spektakel. Zo mist hij hier een rebound. Deze is ietsje lastiger, maar vindt ook het net niet. En ook deze kopbal heeft geen succes. Toch doet hij nog wel een paar leuke dingen. Zo geeft hij hier een assist op Leandro Bakuna. En vlak voor tijd maakt hij dan toch een doelpunt. Het zegt natuurlijk allemaal nog weinig. Helemaal omdat Suk last heeft gehad van een knieblessure. Ja, hij is 8 weken uit geweest. Dus hij is deze week rustig weer begonnen. En het is een kwestie van hem ook om de aanloop te nemen. En niet te overhaast allerlei zaken te gaan doen. Ondanks dat de publiekslieveling nog niet helemaal in vorm is, mag er verwacht worden dat er flink gescoord wordt tegen de amateurs van de Eemsmond. En dat gebeurt ook. Leandro Bakuna is topscorer met 4 doelpunten. Deze is van Danny Holla en hij maakt er 2 in totaal. En ook de opvolger van Andreas Grankvis maakt er eentje. En met de hak nog wel. Ja, nou ja, goed. Het was niet de beste tegenstander, maar het is altijd leuk als je een doelpuntje maakt. En, vorig jaar heb ik helemaal geen goal gemaakt in de voorbereiding. Dus als je dan gelijk nu de eerste wedstrijd scoort, ja, leuk. De wedstrijd eindigt uiteindelijk in 13-0 voor FC Groningen. En wie maakte volgens Pieter Huistra eigenlijk het mooiste doelpunt? Poeh, ja, moeilijk om te zeggen. Er waren een paar hele mooie bij. Ja. Hakje van Kees Kwakman. Die was leuk, ja. Ik vond het wippertje ook mooi op Hiraye. Dat was ook leuk. Dus, zo pikt iedereen zijn favorieten eruit, denk ik. Pik jij je favorieten hier maar uit dan? Ja, dat wordt moeilijk, denk ik. Succes.